We praten met Kirsten Jassies over Instagram Stories voor e-fashion. Hoe belangrijk is dat voor e-fashion? Ja, super belangrijk, want het is een hele mooie nieuwe vorm van content maken. Want het oude Facebook en LinkedIn ziet er echt heel saai uit. Maar als je naar Stories... Facebook vinden we niet leuk meer, hè? Facebook is afschuwelijk, dus dat laat ik zo meteen in mijn presentatie zien. Dat het, hoe dat eruit ziet, dat wil je gewoon niet. Helemaal niet visueel. Iedereen loopt weg. Ja, ook, ja, ze lopen ook allemaal weg. Dat is ook zo. Het blijft wel bestaan als een nieuwsfeed, maar een hele saaie nieuwsfeed. Dus Facebook gelooft ook heel erg in stories, het format van de toekomst. Dus mobiel, beeldvullend, video, aansprekend, persoonlijk. Dat zijn allemaal elementen die uit stories komen, die ik denk dat heel belangrijk voor fashion zullen zijn. Voor fashion brands, fashion retailers? Ja, het begon met de fashion bloggers, die hebben het allemaal al omarmd. Maar er zijn ook wel wat fashion merken en retailers die het doen, zoals Monkey en Urban Outfitters. Dat vind ik hele goede voorbeelden, maar het is best lastig. En wat doen die dan? Nou, dagelijks maken ze hele leuke stories. Dus laten ze bijvoorbeeld een influencer, Urban Outfitters heeft nu een influencer, die zit in Italië. En die is daar allerlei bikinis aan het showen van Urban Outfitters en duikt in het zwembad. En laat ondertussen ook nog een stukje zien van waar ze is natuurlijk. Dus dat doen heel veel merken. Laat gewoon de wereld zien aan de millennials die ze willen bereiken op een hele mooie manier. En dan toevallig met de kleren aan van dat merk. En wat voor bedrijven moeten dat vooral gaan doen, denk je? Ja, dat zijn inderdaad vooral de fashion retailers, dus wel die merken. Er zijn er heel veel van. Er zijn er superveel van. Ook de kleine, als je al heb je een winkel, dan kan je het ook wel doen. Dat zijn de kleine ondernemers natuurlijk, hè? Is het makkelijk om te doen? Hoe maak je dat? Ja, het is super makkelijk. Het is echt een soort laag instapmodel, zeg ik altijd, van video maken. Je hoeft niet een hele luxe, dure, geproduceerde video te maken. Gewoon met je iPhone. Met je iPhone en met je eigen geluid. En je hoeft er verder niks voor te hebben. Je doet gewoon die iPhone omhoog. En je gaat een beetje oefenen met tekenen, met emojis, met teksten. En dan heb je al hele leuke stories. Het moet eigenlijk vooral niet te slikker uitzien. Nee, dat is eigenlijk inderdaad zo. Je moet het niet te mooier laten uitzien. Want de millennial wil voelen alsof het echt is, heb ik het idee. Dat ze echt willen voelen van, hey, hier, dit is een merk dat mij aanspreekt en niet boven mij staat. Is het goed meetbaar of het werkt? Hoeveel volgers je, kijkers je dan hebt? Ja, je ziet precies hoeveel views je hebt. Hoewel de views natuurlijk altijd een beetje een... je weet niet precies wat een view nou met iemand doet. Want na 2 seconden als die weg is, heeft hij het dan echt gezien. Dat telt dus wel. Dus de views zie je. En je kunt sinds kort kunnen merken ook links koppelen aan hun stories. Dus dan kun je swipe up doen. En dan kun je dus wel meten op landingspagina's wat het voor je gedaan heeft. Ja. En werkt dat? Nou, nog niet heel erg met grote getallen, maar ik denk... Ook bij Urban Outfit niet? Nee, die resultaten hebben ze nog niet gedeeld. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want ik denk dat de grote merken er zeker wel profijt van zullen hebben als ze een leuke nieuwe bikini showen. Of dat een influencer een leuke nieuwe bikini showt. Dan gaat dat zeker wel heel goed werken. Ja. Zoals het altijd met de influencers werkt. Als een goede influencer iets draagt, dan verkoopt het. Ja, dat is absoluut zo. Wel de goede influencer bij het goede merk. Want ik heb vaker samengewerkt met influencers en merken. En als het een verkeerde match is, dan verkoopt het helemaal niet. Maar als het een goede match is, dan kan het uitverkopen. Ja. Wat is je droom? Mijn droom? Oh, dat alles visueel wordt in deze wereld. En dat vanochtend was er een talk over augmented reality. Nou, die lenses op Instagram, dat is ook augmented reality. Dus inderdaad dat de echte wereld zich gaat mixen met de virtuele wereld. En dat alles dus zo mooi visueel, dat is een soort droom voor mij. Dat content niet meer alleen maar platte tekst is, maar dat alles mooi en visueel met geluid. Dat je het helemaal kan beleven. Gaaf. Heb je een tip voor iemand die hiermee bezig wil, die wil beginnen? Die wil beginnen met Insta Stories. Ja, je moet eerst een Instagram account maken. Bedrijfsaccount, dat moet je koppelen aan je Facebook pagina. Dus dat zijn de voorwaarden die je hebt. En dan gewoon starten met experimenteren. Als je het nog niet gedaan hebt, je moet visueel leren denken. Dus je moet eerst gaan bedenken, wat is mijn beeldtaal? Wat ga ik doen? Zwart-wit, kleur, rauw, speels. Probeer de stijl uit te stralen van jouw merk. En probeer dan sociaal te zijn. Dus ga met mensen interacteren, ga praten, ga gesprekken beginnen. En dan moet het gaan lopen. Leuk. Dankjewel.